We zijn weer onderweg. Vandaag van Cambrils richting Alicante. Eerst even wat boodschappen doen. Het is een klein beetje bewolkt, maar dat zal zo wel weer open trekken. De temperatuur is in ieder geval prima. De rit naar Alicante is een goede 400 kilometer. Een uurtje of vier rijden, dus dat is goed te doen. En daar is het ook weer een graadje warmer. Dat is ook wel lekker. Uiteindelijk komen we hier voor het lekkere weer. Ook wel voor de natuur en om andere dingen te bekijken, maar het gaat er ook hoofdzakelijk om het lekkere weer. Trouwens, hierboven bij die bergen een goed de mist zien hangen. Dan heb je vaak dat bergen die veroorzaken toch mist. De temperaturen staan natuurlijk een stuk koeler. Wat trouwens ook opvalt, is de fietsers, de kampeerders die op de fiets op vakantie zijn. Maar dat is eigenlijk wel logisch. Want in de zomer is het natuurlijk bloed, want bloed fysiek het heet om hier te fietsen. En dit is natuurlijk een ideale temperatuur om met de fiets op vakantie te gaan. En er zijn ook, je ziet ook best wel veel motorrijders die met de motor op vakantie zijn. Ja, blijkbaar is Spanje ook in de winter erg aantrekkelijk voor de vakantiegangers. Het zal meer een beetje de actieve vakantiegangers zijn, die niet aan het strand gaan liggen. Trouwens weer langs het tankstation, dat valt ook wel op dat die prijzen van die brandstoffen, dus van de diesel, dat het echt enorm scheelt. Op de ene plek betaal je ja, zeg maar 1,28, 1,30 en er zijn ook plekken bij dat betaal je maar 1,12. Als je dan nog de biodiesel hebt, dat betaal je rond de 1,40 voor. Echt strak langs de kust. Geen rimpeltje op het water op de Middellandse Zee. Rechterkant een enorme, ja, volgens mij zijn het citroenen. Is het goed, 60 jaar, het is een citroen. Een enorme
dit is echt wel de regio van het fruit, blijkbaar, want we rijden al, ik denk al 20, 25 kilometer langs allerlei boomgaarden met sinaasappels, citroenen, mandarijnen. Het staat echt helemaal vol. Uit de olijfbomen, maar ja, die zie je overal in Spanje bijna. Ja, het is een leuk gezicht in de winter en toch die leuke oranje kleurtjes. Het is ook nog een beetje Nederlands, hè, oranje. Het is nog 310 kilometer naar Alicante. Dat is precies 3 uur en 10 minuten rijden. Het weer blijft een beetje bewolkt. Ja, komt waarschijnlijk omdat je hier ook een beetje door de bergachtig gebied rijdt, overal je ziet wat dat geeft, dat ontstaat er toch een beetje een hoop bewolking, mist. Maar ja, ik heb het prima naar mijn zin hier, dus met die gozer, want die zit de hele dag met zijn zonnebril op en die koptelefoon op. Dus ja, je kunt tegen hem zeggen wat je wil, maar hij reageert helemaal niet. Dus dat is een beetje jammer. Misschien moet hij die koptelefoon eens afzetten.
gearriveerd bij de camperplaats. Kijk, en hier doen we het voor. 20,3 graden. Nou, dit is de camperplek waar we staan. Ben heeft net de motor eraf gehaald. We hebben wifi. Nou, wifi hebben we, hoor ik al. Wifi. Oké. Okay. Nou, dat waren ook de laatste twee plekjes. Voor de rest staat het hier helemaal vol. Receptie van de camperplaats. Nou, wij staan daar. Kijk, en het zijn allemaal geen kleine campertjes die de mensen hebben. Je ziet het, het staat echt mega vol. Wij hadden de laatste twee plekjes. Dus we hadden mazzel, maar het staat echt gigavol. Nou, we zitten hier lekker in het zonnetje, of niet, Ben? Toppie, hè? Dat is 19,5 graden. 19,5 graden, net was 20,3, dus ietsje naar beneden gegaan, maar ja, heerlijk, echt. Super, mooi. Uitzicht is ook geweldig achter jou. Ja, het uitzicht. Het uitzicht is ook. Ik kan precies draaien. Het uitzicht is niet heel romantisch. Het is net uit het zwembad. Maar ja. Ach. Ja, komt voorbij. Zo voor 1 of 2 dagen is het prima. In ieder geval, we zitten nu in het goede gebied waar de temperatuur 20 graden is en daar gaat het om. Geniet hier zo. Proost. Ben gaat even een rondje met de motor rijden en even een paar boodschappen halen. Dus